En je bent nu ook aan het acteren. Ja, ik ga in een. Er komt in april een film uit, Amnesia, daar heb ik een klein rolletje in. En in december komt er een film uit die heet Minus. En dat is een verfilming van een boekje van Annie M. G. Schmid. Dat is ook heel leuk. En wat speel je voor rol? Ik speel dan een verlegen journalist. Aha. Ja. En dat is leuk dus. Ja. Heb je alweer een nieuw programma op de rol staan? Nee, nog niet echt. Ik ben een beetje wel aan het nadenken al. En ik ga misschien wat dingetjes uitproberen, maar ik heb nog niet echt iets klaar of af. Straks dook de opnameleider naar die tas bij jou beneden. Ja, wat zit daarin? Nou, ik ben vanmiddag opgebeld om te vragen of ik voetbalreliquieën had. Oh, het was zoiets als Panini-albums en zo. En ik heb Panini-albums met plaatjes. Al die plaatjes. Frank en ging je ook voor de handtekeningen en zo, of niet? Nee, dat niet. Maar gewoon wel alles sparen? Ja, alles sparen. Maar toen besefte ik opeens dat ik eigenlijk ook een reliquie heb, een voetbalreliquie, wat eigenlijk heel bijzonder is en waarvan er ook maar één in Nederland is. Gaan we straks eens rustig naar kijken. Wat zijn jouw reliquieën? Wat heb jij aan het voetbal overgehouden in het tastbare? Spaarde jij shirts? Nee, ik heb met veel pijn en moeite nog een shirt van Nederland zelf van mezelf terug kunnen bemachtigen, maar ik heb eigenlijk alles weggegeven. Echt alles. Ja? Ja. Heb je er spijt van? Nee. Nee, want ik vind dat niet zo belangrijk. Ik heb natuurlijk wel een hoop foto's en ook wel videobeelden en zo, maar shirts en zo hebben mij nooit iets gezegd. Ik ben niet iemand die op gaat hangen in een kamer of in een kast legt en dan die kast opentrekt en dan gaat roepen. Ja, in ieder geval het mooie van zo'n reportage van 13 jaar geleden is dat gelukkig iedereen wat ouder is geworden in die periode. Het is echt ongelooflijk om dit te zien, maar dat kan je nog goed herinneren ook, neem ik aan. Hè? Nou, dat was net voor mijn periode. Maar je kan het je nog wel herinneren. Jawel, ik kan het me ook heel goed herinneren. Ja, want dat was toen nog heel spannend allemaal. Ja. Ja. De mooie periode was natuurlijk het winnen van de Europa Cup 1 en zo. Dat was, ja, maar daar was ik niet meer bezig. Daar, toen was jij, ik ben toen net na de zomer gekomen. Oh, je bent meteen na de Europa Cup 1 natuurlijk gekomen. Juist. En toen mocht jij toch nog een jaar kampioen worden in ieder geval. Wel meer. Ja. Meer als één zelfs. Een aantal, ja. Ik ben zo benieuwd wat er in die tas zit, Theo. Ja. Haal het er eens uit. Wat is nou dat bijzondere reliquie? Nou, het bijzondere reliquie is... ik vind het wel een beetje moeilijk om te vertellen. Omdat ik ben er niet helemaal legaal aangekomen. PSV heeft ooit al eens de UEFA Cup gewonnen. In 1978. Ja. En ik weet niet of jullie je herinneren dat die is gestolen. En jij hebt hem? Ik heb hem, ja. Laat eens zien wat je hebt. Doodse stilte werkelijk. Nee, even serieus. Is dit... Dit is de UEFA Cup, die PSV 78 heeft gewonnen. Nee, dat moet een... Dat is volgens mij gewoon een deel van een pastoor die je weggehaald hebt. Nou nee, het staat er wel echt op. Het valt nu een doodse stilte werkelijk. Theo, vertel even wat dit is en hoe je eraan komt. Dat kan en mag ik nu niet zeggen. Maar dit is echt? Dit is de echte UEFA Cup. We worden verschrikkelijk in de maling genomen volgens mij. Nee. Nee, echt niet? Nee. Dit is hem. Ik heb hem wel zelf gestolen op de dag dat een van mijn beste vrienden een kindje kreeg. En toen heb ik hem aan haar gegeven. En dat is toen een ontzettende hellbaby geworden. En ik heb al verteld een beetje dat ik een hele toen met die Euro League en ik had ik was pissig op PSV. En maar ja, de afgelopen tijd heb ik er zelf heel veel last van en moeite mee. Maar je moest het nu, het moest naar buiten toch? Je wil het toch een beetje kwijt? Ja. 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 En je hebt ook nog plakboeken bij je? Maar dat valt in het niet bij dit, hè? Ja. Die UEFA Cup. Ja. Valt werkelijk een doodse stilte, want niemand weet of hij het nou meent of niet. Het is, ja, hallo. Het is hem. Nee. Ja. Nou. Wist je dat hij gestolen was? Ik wist dat hij gestolen was. Ze hebben inmiddels vooral een nieuwe nog. Ja, een replica. Ja. Ja. Ik heb het rekening gezien, ja. Die hebben ze niet meer nodig, ja. Wat een verhaal. Stan. Jij bent nu, je stroopt de velden af. Hoe moeilijk is het om het talent eruit te halen? En om het talent ook te laten passen bij een club? Ja, eerst in de plaats moet ik zeggen dat er
toch heel veel talent rondloopt in Nederland. En je ziet het nou ook de laatste jaren durven toch de clubs gewoon de Nederlandse jongens op te stellen. Ook al zijn ze 16, 17 jaar, zoals Arjan Robben bij Groningen, zoals Joost van Barneveld bij Fortuna. Zo lopen er, en Van der Vaart natuurlijk van der Gun, zo lopen er nu heel veel jonge jongens rond. En ik denk dat ze geleerd hebben met heel veel buitenlanders talen die het gewoon moeilijk hebben. En ik denk dat op dit moment alleen maar buitenlanders komen voor de basis en niet meer voor de breedte. Baal je ervan dat je me hebt laten zien ofzo? Volgens mij wel een beetje. Ik weet niet. Ik had er al moeilijk mee dat ik hem überhaupt had. Dat ik hem gestolen heb. En ik weet maar nou niet. Maar het is verjaard nu toch? Het is niet zo heel lang geleden, ik weet het niet. Ja, dus ga je hem weer teruggeven? Ik hoop. Nou ja, ik heb hem al teruggegeven. Stan, die moet hem al meenemen. Nee, hey, dan kom ik hem morgen zelf even brengen dan. Nee, dat durf ik niet. Ik weet ook bij God niet wat de consequenties zijn. Het is natuurlijk toch gewoon strafbaar. Nee, het is verjaard, joh. Nee, het is helemaal niet zo lang geleden. Maar waar is hij weggehaald dan? Waar stond hij dan? Oorspronkelijk? In het PSV-stadion. En dan de vitrine. In de vitrine, ja. Ja. Nou, ik denk dat PSV in ieder geval erg blij mee is. Ik heb daar in het verleden ook wel eens... Het is echt ongelooflijk. het voelt ook echt aan, ja. En ik hoop een beetje dat het ook helemaal... Ja. Het is misschien het symbool voor... deze komt terug en er komt een nieuwe bij. Zoiets. Ik hoop dat het een stimulans is. Dat de jongens nou niet denken van... Nou, we hebben nou sowieso een UEFA Cup. En ik hoop dat het een stimulans is. Ja. Tot slot, jongens. PSV gaat het redden morgen. Laten we daar gewoon van uitgaan. Jij weet alles van Portugal. Heeft Nederland kans... uit bij Portugal? Ja, ze hebben zeker kans. Maar dan zijn er denk ik twee dingen die heel belangrijk zijn. Ze moeten hopen dat de Portugezen zich... dat de Portugezen te nadrukkelijk willen laten zien dat ze heel goed kunnen voetballen. En dat ze daardoor vergeten dat het ook om doelpunten draait. En Nederland moet denk ik, ja, samen met de kwaliteit die ze hebben, ook denk ik flink van leer trekken. Want dat is natuurlijk zeker nodig daar. Nou, dit is historische televisie die we vanavond hebben gemaakt. Ja, Theo, het is toch niet uitgezonden. We hebben dit gewoon voor de lol gedaan en niemand heeft dit gezien verder. Dus we kunnen gewoon... En doe mijn lol, geef hem morgen aan Harry van Aert terug. Jongens van PSV, hier gaat het uiteindelijk om. Je moet dus eerst van Kaiserslautern winnen. En dan vervolgens door een halve finale. Het is werk. En we sluiten ermee af. Na 11, het is een bijzonder slot. Maar dit is dus echt de UEFA Cup. Oké, tot ziens. Gaat het nog of niet? Gaat wel. Gaat wel. Ja. Zijn eigen dingen delen. Ja. Ja. Ik kan mijn mooie vriend terugbrengen. Ja. Hè? Geeft toch niet? Ik heb toch wel een speelsfeest zien lopen met een schilderij in zijn handen.